Waarnemend president Ashwin Adin heeft gisteren in de Nationale Assemblée gezegd dat verschillende onlogische redeneringen gevolgd zijn in de kwestie ontmanteling Suralco. Zo gaf hij aan dat de regering veel meer aan elektriciteit betaalde aan het bauxietbedrijf dan ze aan belastingen ontving. Het waarnemend staatshoofd zei verder dat de beschikbare bauxietvoorraden van de concessie Nassau niet voldoende waren om de operaties van Suralco rendabel te houden. Goed beschouwd werd deze situatie reeds in 2008 voorzien. Toen Alcoa samen met haar joint venture partner BHP Billiton Suriname realiseerde dat Midden- en Oost-Suriname geen bruikbare bauxiet meer bevatte voor de lange termijn en gekeken moest worden naar de bauxietafzettingen in het bakhuisgebied in West-Suriname. En we weten dat al de concessies genoemd in de Broekeponde overeenkomst daar niet genoemd wordt, bakhuis, want die werd 2 jaar later pas ontdekt. Billiton bood in maart 2008 een reeds getekende MOU aan Suriname aan voor het aangaan van een joint venture, waarbij het Surinaamse staatsbedrijf voor 10% zou mogen participeren zonder financiële inbreng. En waarvoor slechts 68 miljoen ton bauxiet van de 760 miljoen aanwezige bauxiet in bakhuis werd gevraagd. Adin concludeerde dat Alcoa Suralco geen belangstelling meer had om te investeren in Suriname. De concessies waarover het bedrijf beschikte waren namelijk niet meer bruikbaar. Adin zei bij herhaling dat tot op heden geen mijnbouwrechten voor Surinames bauxiet in het bakhuisgebergte zijn verleend. Nog beloofd. En dus ook niet aan Alcoa. Dus het is simpel als dat. Leest u dat ook in het rapport? Is nergens aangegeven. Mevrouw de voorzitter. U ziet dat wij een derde fase van de bauxietindustrie ingaan. Met mogelijke nieuwe investeerders en in een veranderende wereldindustrie. Er is nog veel werk te verzetten om succes te bereiken. Laten wij onze krachten bundelen en ons met de opgedane ervaring van de afgelopen eeuw ons richten op die toekomst. Het is tevens zaak dat Suriname, ongeacht wie aan het roer zit, op bekwame en op zakelijke wijze om te gaan met nieuwe investeerders en zich daarbij moet baseren op een diep begrip van de veranderende mondiale aluminiumindustrie, waarbij altijd het Surinaamse belang voorop dient te staan. De presentatie van de waarnemend president ontlokte een storm van kritiek vanuit het parlement. Zo gaf Cleon González de Ponte aan dat het erop leek dat een woordvoerder van Suralco het woord voerde. Wendel Assadang wilde weten wat voor levensgevaarlijke situatie zich daar afspeelde. Waarom die haast zonder dat die definitieve zaken, zoals beloofd, naar het parlement is gestuurd? Die haast om over te gaan tot ontmanteling. Wat voor mij niet begrijpelijk is, is de staat van de plan zoals hier door de waarnemend president is geschetst. De plan kan nooit in een dag zo achteruit zijn gegaan. De staat van de plan zoals hier verwoord door de waarnemend president geeft duidelijk aan dat Suralco, lees Alcoa, moedwillig de plant heeft verwaarloosd. Men heeft moedwillig eraan gewerkt dat de plant fysiek achteruit gaat en men kan aangeven dat men niet verder kan. En ik citeer uit het verslag van de presidentiële commissie. Die opdracht was: met de beëindiging van de activiteiten van Suralco zou de bauxietindustrie na circa 100 jaar ophouden te bestaan in Suriname. Ten einde de bauxietsector te behouden, besloot president Boutersen op 3 juni 2014 een presidentiële commissie in te stellen met als taak inzicht te verkrijgen in de mogelijkheden om de activiteiten in de bauxietsector te continueren. Binnen de kortst mogelijke tijd met Alcoa overeenstemming te bereiken
over de wijze waarop de ontwikkeling in de sector voortgang zou kunnen vinden. Einde citaat, voorzitter. Het was duidelijk. Heeft de waarnemend president gesproken in het belang van het volk? Concluderen zeg ik nee. Tweede, de president of de waarnemend president heeft het gehad over de energieprijzen. En heeft een hele calculatie gegeven over waarom eigenlijk het eerder krijgen van de dam zo belangrijk is. Waar ik eigenlijk de president, of tenminste de waarnemend president, naartoe wil verwijzen, is pagina 5 van het document van Parsons. Waarbij er uitdrukkelijk staat dat in de nabije toekomst de liberalisatie van de olieprijzen door middel van de rol van de Verenigde Staten van Amerika een belangrijke impact zou kunnen hebben op het dalen van de olieprijzen. En dat wij ook als land meer uit kunnen halen met betrekking tot de energie. Ik vraag bij deze. Welke voordelen, president, heeft het volk nu met wat u allen bereikt heeft? Geef mij specifiek aan, wat voor voordelen heeft het volk? Want ik ben zwaar teleurgesteld, ja. Zwaar teleurgesteld. Tot zover reacties van enkele parlementariërs na de presentatie van waarnemend president Ashwin Adin in de Nationale Assemblée. Zowel de oppositie als de coalitie heeft zijn teleurstelling geuit over de handelwijze van de regering, vertegenwoordigd door de presidentiële commissie. Het laatste woord over deze kwestie is nog niet gezegd. Het parlement wacht namelijk nog steeds op de overeenkomsten die de regering haar moet doen toekomen.